Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Advanced Warfare Classic Mode aflevering. Vandaag spelen wij Classic Team Deathmatch op map Comeback. We gaan natuurlijk weer kijken of wij een lekkere score kunnen halen. En Classic Mode houdt natuurlijk in dat je niet je exoskeleton suit kan gebruiken. Dus je kan niet double jump, je kan niet dashen. En we zullen zien of het goed gaat. Ik ga spelen met de IMR 4 Burst Assault Rifle. Hier staat mijn class met remote turret, met allemaal shit erop. Met de Warbird, met allemaal shit erop. En met de UAV, met de support erop. En ik hoop dat het gaat lukken natuurlijk. Dat zullen we heel snel te zien krijgen. De map Comeback is gewoon een chille map. Je kan ook nog die huisjes op, dat weet ik wel. Want je kan via allemaal doosjes en allemaal dingetjes heen en weer die huisjes alsnog op. Dus daar moet natuurlijk daar wel goed op letten. Dat er alsnog enemies op de huisjes kunnen campen. Dat je gewoon via allemaal rare kistjes er alsnog op kan komen. Mooie turn, teammate. Holy shit. Ik heb je nog gered ook, maat. Kijk uit, want ze spawnen hier, dus ik zal maar opletten. Nog niet reloaden, 16 kogels is genoeg voor een enemy. Zoals deze. En nu moet ik ongeveer... Oké, 8 kogels is ook nog genoeg. Nu moet ik ongeveer gaan reloaden. Dus ik laat mijn teammates even voorlopen, want mijn character die loopt lekker te hijgen hier. Oké, dan kunnen wij ook weer door. Ah, shit. Ik had meer moeten schieten, man, maar ik dacht dat hij al dood was. Zo! Ik schoot alles mis. Wat? Oh, mijn sensitivity staat op 8. Oké, makes sense. Dat ging niet zo goed. Dat moet ik niet meer doen, man. Dat was niet helemaal de planning dat ik daar dood ging. Maar ja, shit happens. We gaan weer verder. We gaan weer verder waar we gebleven waren. Dat was namelijk mijn eigen domme schuld. Teammate, mag ik ook nog een kill of niet? Of ga je alles van me jatten? Kijk uit, want er zit er hier nog één. Ik weet niet waar die zit, maar het zal wel. Dat is mijn kill, dankjewel. Want er zit er hier nog één. Kom dan. Hebben jullie die teammate? Oké, teammates hebben hem. Shit, maar we moeten even zorgen dat we die UAV halen. Dat is enig eigenlijk. Ik wil ook even kijken of ik mijn streaks kan halen natuurlijk. Maar daar moet ik best wel op een hoge streak voor gaan. Want dan moet ik nog 10 kills maken, wil ik mijn Warbird nu halen. Zoals jullie weten is dat best wel veel. Nog 9. Ik weet ook niet meer waar ze precies spannen, maar deze IMR die reload zo snel, jongen. Hij heeft alleen maar een haakje om te halen, dan zitten er alweer nieuwe kogels in. Dus dat is natuurlijk super, super chill. En, zat die enemy er nou bovenop? Okay, hoe kan je hier op, teammate? Of via deze container? Volgens mij via deze container, of niet? Uit, nice. Kan je dus alsnog op die dakies. Dat is wel een mooi bedacht, man. Dat hebben ze expres natuurlijk gedaan voor deze game mode. Dat je alsnog op dat soort huisjes en alles kan. Dat is wel mooi verzonnen, vind ik zelf. Oeh, die gaat daar naar boven. Ik blijf er even op camp, man. Want deze vent gaat hier als het goed is naar boven. Yo. Dankjewel, dat was een beetje voorspelbaar. En ze spannen namelijk de hele tijd in deze hoek hier, oh. Oké, spannen ze? Nee, ze spannen nu niet meer, jammer. En zolang ze natuurlijk in één hoek blijven spannen. Je weet dat ze er spannen. Dan kan je ze natuurlijk opnieuw en opnieuw en opnieuw killen. Dus zolang ze daar blijven spannen, blijf ik hier nog eventjes staan. En dan kan ik natuurlijk makkelijk die kills oppakken. Kijk, maar daarom heb ik nu ook mijn turret. Dus het is een beetje campy natuurlijk wat ik aan het doen ben. Maar... zolang langzijde blijven spannen, ga ik er natuurlijk ook niet van weg. Want het zijn gewoon makkelijke kills. Zo makkelijk is het. Dit is echt... wow, yo, ze komen allemaal mijn richtpunt inlopen, joh. Het gaat goed, hè, enemies, zo. Ik heb er geen last van, hoor, maar... dit is echt heel overpowered. Ik ben er van weg. Ik heb daar geen zin in. Dat is een beetje gay, man. Oké, we zijn van het dakje af. Ik heb ook nog steeds mijn UAV, die roep ik nog wel even in. Anders haal ik zo meteen een nieuwe en dan heb ik mijn oude nog. En oh, het is ook... wat? Oh, ik dacht dat ik aan het campen was, maar ze kunnen nog harder campen, die enemies. Ah, kut, ik heb zoiets geleerd, man. Hoe moet je campen in Call of Duty? Nou, op deze manier. Zo, de knetten, man. Oh, shit, ik sprong net van het dak af. En dat bedoel ik dus, man. Dan spring je van het dak af en dan ga je meteen dood. En dan denk ik van, ah, ik kan toch beter volgende keer weer even blijven zitten. Maar kijk, die vent campen, man. Komt hij hier weer aan? Kom maar. Dankjewel. Zo, die is in ieder geval dood, want die killde mij net. Dus als payback. Kan je hier ook op klimmen op een of andere manier? Nou, ik ga wel gewoon via... ah, volgens mij is hij ook al dood. Ja, hij is al dood, denk ik. Ja. Oeh, hij heeft ook een turret. Nice. Mijn turret heeft serieus geen enkele kill gemaakt. Oh, zag hem vliegen, gek. Dat maakt natuurlijk niet uit. Mijn Warbird heeft ook eigenlijk niks gedaan. Maakt ook niet uit. Wauw, met z'n tweeën. Die ene spande daar, hè. 24 van 4 staan. Maar kijk mijn teammate. Even serieus, kijk op die minimap. Mijn hele team zit te campen, man. Hier staat de sentry gun. En, wauw. Zal ik gewoon bij jullie gaan campen, jongens? Ik ga maar met jullie meedoen, man. Kijken of ik er goed in ben. Oeh, daar waren hitmarkers door de muur heen. Oh. Deze vent denkt ook, huh? Hoe word ik nou geraakt, huh?
Hè? Hoe word ik nou geraakt? Wauw, die vent is zo'n geluk, man. Ah, kom op, kom op. Nee, ik kan hem niet meer raken. Ah, jammer, man. Die vent heeft zo'n geluk, jongen. En we hebben alweer gewonnen. Wauw, dit was best wel een zielig potje van mij. Want ik stond de hele tijd boven op het gebouwtje. Maar, ja, weet je, mijn teammates stonden ook de hele tijd boven op het gebouwtje. Oh. Dit is dus de manier waarop je eigen Call of Duty niet moet spelen. Maar ja, weet je, ze blijven in mijn richtpunt spannen. Dus dan denk ik natuurlijk ook naar. Dan denk ik van, ze blijven in mijn richtpunt spannen. Als ik erop afren, dan spannen ze aan de andere kant van de map. Als ik hier blijf staan, dan spannen ze de hele tijd in mijn richtpunt. Dus dan kan ik ze de hele tijd opnieuw killen. Supersnel potje, teammate ging ook base. Die had ook 23 kills. Ik had 25 om 4. Met een 14 score streak, 1 headshot, 4 deaths, 3 assists. Ik heb eigenlijk geen flauw idee, maar wat ik wel weet is dat het een super chill potje was. Dus mochten jullie nou meer Classic Mode willen zien, laat het natuurlijk een duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm. En ik hoop jullie ook weer te gaan zien bij de volgende aflevering. Of natuurlijk bij een andere video. Bye bye, mensen.